en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer is het weer een super leuke update, want er zijn namelijk nieuwe paarden op het spel. Nou ja, eigenlijk ponies, want er zijn namelijk nieuwe Welsh ponies op Star Stable online. En ik ga er sowieso in deze video eentje kopen en ik ga ze allemaal aan jullie laten zien en we gaan ze natuurlijk testen. Dus ik heb super veel zin in deze video en jij nou ook, doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. En de nieuwe Welsh ponies die zijn uitgekomen bij de Zuiderhoefboerderij. Oh, ik zie ze niet staan. Oh, maar dat komt omdat ik dan die icoontjes niet aan heb staan. Oh ja, kijk, het is deze. Ja, nieuw paard. Nou begint er zo'n icoontje te springen. Daar zijn de nieuwe Welsh ponies. Dus als jij geen starrider bent, dan kan je helaas niet bij de Welsh ponies kijken. Maar je kan natuurlijk wel gewoon mijn video kijken. En vorige week had ik ook al een beetje verteld over de Welsh ponies. En toen had iemand een reactie achtergelaten van, oh, ik zou het leuk vinden als je dan op je oude Welsh pony gaat rijden. En dan gaat kijken, ja, hoe erg ze zijn vernieuwd. Want de Welsh ponies zijn dus uitgekomen op het spel. Maar het zijn niet compleet nieuwe paardenrassen. Want Star Stable die had ze al in het spel. En die waren ook afgeprijsd. Ja, hij ziet er altijd een beetje verwaand uit, vind ik. Dus ik ben wel blij dat Star Stable deze heeft vernieuwd. Maar jullie hadden dus gestemd dat ik eigenlijk op Chippy moest rijden. Maar ik ga toch even veranderen naar dit paard. Want dan kunnen we natuurlijk een hele goede vergelijking gaan maken. Hoppakee. En we zijn klaar om op jacht te gaan naar de nieuwe Welsh ponies. Het zijn er volgens mij 8 of zo. Echt heel veel. Maar goed, laten we gaan kijken. Oh, kijk. We zijn ongeveer bij de plek aangekomen. En dit is de plek waar dus de Welsh ponies, zeg maar de oude versies staan. Dus als je niet genoeg geld hebt, dan kan je dus deze oude ponies kopen. Die staan echt super verstopt. Maar het is natuurlijk beter om door te gaan sparen voor de nieuwe Welsh ponies. Want die moeten hier ergens gaan staan. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, we zijn er. Yes. Hallo Hermit. Wat ben ik blij dat jij allemaal nieuwe ponies hebt die we allemaal weer kunnen kopen om ons geld uit te geven. Oh, daar staan ze. Oh ja, er staat er ook nog eentje in voor Pinta. Dus die moeten we niet vergeten. Oké, hier staan er al 3. En dit is de eerste. Een soort van kastanjebruine. Oh, die vind ik op zich wel apart uitzien. Wel weer een mooi kleurtje. Dat hebben we nog niet zo... Oh, verkeerde knop. Die hebben we nog niet zo heel vaak gehad op Star Stable. En deze die heeft een bles. Yeah, dat is al 1 punt voor mij. En hij heeft witte voetjes. Dat vind ik ook heel cool. En... ja, ik vind deze er cool uitzien, maar ik zal deze denk ik niet kopen vandaag. Ik vind hem dan niet zo heel erg bijzonder. Maar ja, de allereerste Welsh pony, ja, ik vind hem verder oké. Okay, niet mega bijzonder of zo. Oh, er staan allemaal mensen omheen. Oh, super gezellig. Oké, dan komen we aan bij de volgende Welsh pony. En oh, deze vind ik al gelijk veel mooier dan die koffievos. Die ziet er veel bijzonderder uit. Bijzonderder, is dat een woord? Kijk, tadaa. Oh, nou kijk, deze ook een beetje zagrijnig. Waarom kijken die Welsh ponies zo zagrijnig? Ah, die manen, hij heeft een strik. Schrikje, of weet zo'n ding, een vlechtje in zijn manen. Huh, maar heeft die dat dan ook? Die heeft dat niet, toch? Of zag ik dat verkeerd? Oh jawel, kijk, hier zit dat ook. Die heeft ook zo'n soort vlechtje. Oh, wat schattig. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Maar deze kijkt net een beetje boos. Oh, maar deze vacht, die vind ik wel, ja, mooier dan die koffievos. Want kijk, als je heel goed kijkt, dan zie je dat deze vacht... Oh, hij heeft hier ook nog vlekjes. Maar wat ik wilde zeggen is dat deze vacht hier... Kijk, allemaal appeltjes heet dat. Dat heet appeltjes, een soort appelschimmel. Maar wat ik ook zie is dat dit paard... Oh, alles staat een beetje heel erg ingezoomd. Kijk, supermooie witte benen heeft. Oh, nou begin ik te twijfelen. Want ik had 1 paardje in gedachten die ik graag wilde kopen. Maar ik vind dit ook wel... vet hoor, zo met dat witte gespetter. Het lijkt net alsof hij eigenlijk door de witte verf is heen gestampt. Het is zo wit, het lijkt net alsof hij door de witte verf is gespetterd. En dat dit zo is opgespat. Oh, maar deze vind ik wel heel cool. Kan die ook iets minder chagrijnig zijn? Ah, hij steekt zijn tong uit. Oké, deze vind ik tot nu toe al heel erg leuk. Die vind ik al echt al super leuk. Leuker dan die ene bruine waar iedereen nu zeg maar in staat. Dan komen we aan bij de volgende. En die vind ik eigenlijk ook heel erg vet. Dit is denk ik mijn tweede favoriet. Want dit is een beetje, ja, voskleurig. Een haflingerkleur. Nou, waarom kijkt deze nou ook boos? Ik maak elke keer foto's op het verkeerde moment. Oké, nu. Nou heeft hij zijn ogen weer dicht. Nou ja, het is gelukt. Soort van half met geesten op de achtergrond. Maar dat maakt niet uit, want ik heb eindelijk een goede foto. Maar dit is de derde pony. En deze vind ik eigenlijk heel erg vet. Oh, die ogen zijn ook echt heel groot. Hij kijkt helemaal zo. Maar deze kleur vind ik heel erg gaaf. Hij heeft niet echt van die appeltjes op zijn vacht. Zeg maar van die speciale dingetjes op zijn vacht. Maar ik weet niet, ik vind zijn kleur heel erg mooi. Ik vind dat hij er heel erg uit, heel erg mooi echt uitziet. En hij heeft witte beentjes. Die vind ik heel erg mooi gemaakt. Kijk, die zijn ook wit, maar deze zijn toch iets minder wit of zo. En hij heeft hier een bles met roze. Woo! Yeah, er zit een beetje roze door de bles heen. Dat vind ik echt heel mooi. Oh, nu ga ik echt twijfelen. Ik vind die ogen trouwens ook heel mooi. Zo mooi zwart. Maar nu ga ik echt twijfelen, want ik wilde eigenlijk een pony kopen die daar staat. Ah!
Maar heb ik eigenlijk al een pony die een... Wow, waarom staat zij op de paard? Heb ik al een pony in die kleur? Ja, tuurlijk! Ik heb Chippy en Dippy. Die hebben allebei deze kleur. Ja, dan valt deze wel af. Dan... Ah, ik vind hem heel mooi. Maar ik heb al ponies letterlijk in die kleur. Dus dan ga ik die denk ik niet kopen. Oké, dan hebben we aan deze kant nog twee ponies staan. We hebben hier een zwarte. Nou, ze kosten dus 800 starcoins. Oh. Ja, ik vind hem leuk, maar... Ja, gewoon niet zo bijzonder of zo. Ik vind het wel heel leuk dat ze een blesje hebben die zeg maar zo uit twee kleurtjes bestaat. Hier een beetje wit en daar dat roze. En hij heeft ook een wit voetje. Maar ja, ik vind hem eigenlijk niet zo... Ja, ik vind hem cool. Hij ziet er mooi uit. Maar nee, deze word ik niet enthousiast van of zo. Oké, en dan komen we aan bij de pony die ik eigenlijk het leukste vond uit de video van Star Stable. Ah, wat is er met die bles gebeurd? Wat heeft hij een rare bles? Het gaat zo... Kijk, zo nieuw. Het gaat zo van breed naar ineens super smal. Oh, dat vind ik wel een beetje raar hoe die bles er... Ah, wat deed hij nou? Ik vind die bles wel een beetje raar. Maar misschien valt dat minder op als je dan een hoofdstel in doet. Want je doet natuurlijk eigenlijk altijd een hoofdstel in bij zo'n paard. Dus dan valt die bles hopelijk een beetje weg. Maar ik vind zijn vacht wel heel vet. Want hoe deze vachtkleur heet is Red Rowan. En dat zie je wel vaker bij Welsh ponies. En wat ik zo vet vind aan deze vachtkleur... Ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat het dan van donker naar licht gaat. Maar kijk, als je heel goed kijkt, dan kan je gewoon bijna die haartjes stellen op zijn vacht. Dat vind ik heel erg mooi. Hij heeft zelfs ook konthaar. Kijk maar, het zit hier ook tussen. En hij heeft dan een paar witte voetjes. Dus eigenlijk vond ik deze wel het allerleukste en wilde ik deze graag kopen. Omdat die, ja, deze kleur die heb ik nog niet in mijn homestable. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Maar, dat waren dus de ponies die we zeg maar hier hebben. Hier staat er geen één. Nee, hier heeft er wel eentje gestaan. Maar die, ja, zo'n oude Welsh pony zeg maar. Maar we hebben nog één pony en die staat in Fort Pinta. Dus eigenlijk als je geen Star Rider bent, dan kan je die ene kopen die in Fort Pinta staat. Kost volgens mij alsnog 800 Star Coins. Maar goed, die wil ik dus nog even bekijken. Dus moet ik eventjes helemaal hierheen. Ga ik met de boot. En dan ben ik weer bij jullie terug. Dus tot zo. Oké, aangekomen bij Fort Pinta. Bij de allerlaatste Welsh pony. En ik weet nog steeds niet welke ik ga kopen. Ik twijfel zo erg tussen twee. En misschien ga ik ook nog wel twijfelen als ik deze witte Welsh pony zie. Hallo, we staan allemaal hier op een rij. Oh, wauw. Nou ga ik misschien toch ook wel weer twijfelen. Ik vind het zo vet. Ik hou echt van witte ponies. Ik vind witte ponies ook zo mooi. Trouwens, wat voor punten krijg je bij die paarden? Kracht 4, discipline 2, snelheid 0. Oh, conditie 1. Ik heb eigenlijk het gevoel dat dit nooit verandert. En dat dit eigenlijk altijd bij elk paard wel hetzelfde is. Oké, de Welsh pony. De witte Welsh pony. Ja. Wat vind je hiervan? Ik vind hem heel erg schattig. Maar dat komt gewoon echt door dat koppie en die grote ogen. Al die Welsh ponies hebben echt hele grote ogen. Maar volgens mij hoort dat ook een beetje bij het ras. Maar dat maakt het zo super schattig. En dan die, ja, die roze neus vind ik heel erg leuk. Met die zwarte schaduw. En dan die donkere ogen. Ja, ik vind hem super leuk. Alleen... Dan weer toch net niet helemaal bijzonder genoeg. Oh, nu kun je hem heel goed zien. Kijk hoe mooi dit beeld is. Het is echt zo dichtbij. Ja, ik hou echt van mijn nieuwe computer. Wauw, je kan gewoon bijna zijn oogballen tellen. Wauw. Ja, ik vind hem toch net niet helemaal bijzonder genoeg deze. Ik word hier niet helemaal enthousiast van. Ik werd heel enthousiast van die bruinige, van die Red Rowan en van die voskleurige. Maar deze... Ik weet niet helemaal. Dus we gaan denk ik maar terug naar Zuiderhoefboerderij. En ik ga maar gewoon met de trailer, want die boot duurde net echt super lang. Oh, ik moet het wel even zeggen in de chat. En dan ga ik er eentje kopen. Ja, nieuwe pony. Oh, ik ben zo benieuwd. Welke zal ik kopen vandaag? Oh, wacht. Eerst eventjes dit flesje pakken. Oké, welke ponies ik tussen twijfel? Oh, die zin probeerde ik eruit te persen. Kijk, ik twijfel tussen deze. Maar ik vind die bles een beetje gek. Maar misschien wordt dat anders als je een hoofdstel in hebt. En ik twijfel tussen deze. Die vind ik ook heel vet. Alleen dan denk ik, ja, dan heb ik al Chippy en Dippy in diezelfde kleur. En die pony die daar staat, die heb ik helemaal nog niet. Want volgens mij, als ik het goed zeg, is er helemaal geen paardenras in Star Stable die kleur daar heeft. Dus, oké, even denken. Ah, ik ga nu een beslissing maken. 1, 3, 2, 1. Ik ga voor de Red Rowan. Ja, voor deze hier zo. Ah, ik moest echt even heel snel beslissen. Maar ja, ik heb de knoop doorgehakt. En deze kleur, die heb ik dus nog niet. Dus het wordt deze. Ja, oké, ik ga voor deze. Oké, er is natuurlijk een tweede dilemma. Wat wordt zijn naam? Maar je kan natuurlijk nu veel makkelijker Star Stable paardennamen kiezen. Omdat je dat eerste dingetje kan weglaten. Dus ik kan hem ook gewoon Fox noemen. Dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke naam. Maar oké, ik ga even goed nadenken welke naam ik voor dit paard ga kiezen. Oh, hier zeggen een paar mensen leuke namen. Dat is altijd leuk, want ik vraag altijd aan de mensen die om me heen staan van welke naam zal ik kiezen. En ik zie Coco, nu twee keer, die vind ik ook heel leuk. Maar ik zie ook de naam Archie.
Archie. Dat is volgens mij ook wel zo'n Riverdale-serie. Maar de naam Archie, ik vind dat super schattig klinken. En dat past ook wel bij de Welshpony, want die is gewoon super schattig. Dus ik hoop dat die beschikbaar is, want er zijn wel vaker namen geroepen. En dan waren ze niet beschikbaar. Maar ik heb wel zo'n gevoel dat Archie dat kan. Archie! Ja, het kan! Zal ik het doen? Archie? Ja, dat klinkt gewoon super schattig en het past ook bij dat ras. Oké, zal ik het doen? Ja, Archie. Die naam vind ik leuk. Oké, ik ga het doen. Ik ga hem kopen. Ah, gefeliciteerd met je nieuwe paard. Je prachtige nieuwe paard wordt bij je thuisstal afgeleverd. Binnenkort kun je hem in jouw eigen stal in de box zetten. Alweer een nieuw paard gekocht. Yay! Rest in peace, al mijn starcoins. Ik moet echt weer nieuwe starcoins gaan kopen binnenkort, denk ik. Even kijken, hoeveel starcoins heb ik? Oh joh, 4432. Veel geluk met je nieuwe paard. Ik heb er nog wel genoeg voorlopig. Oké, ik heb hem gekocht. De plek is leeg, dus ik heb ook de goede gekocht. Dus laten we Archie eens gaan uittesten en bekijken. Oh, ik heb trouwens mijn Welshpony meegenomen om hem te vergelijken met de andere Welshponies. Maar ik ben dat gewoon compleet vergeten. Ik heb het gewoon niet gedaan. Dus ik had net zo goed op Chappy kunnen rijden. Want nu ben ik alsnog weer in mijn home stable. Maar oké, we zetten hem wel eventjes naast Archie. Waar zou die zitten? Ik hoop ergens in mijn home stable. Oh, het is altijd weer een verrassing. Oh, deze die heb ik trouwens een jaar geleden gekocht. Sandwich. Wat een rare naam. Die had ik toen gekocht. Gotland. Dat was toen een Gotland pony. En die kwamen ongeveer een jaar geleden uit. En nu heeft Star Stable dus alweer nieuwe ponies. Ja, Archie. Oké, ik heb hem gevonden. Oh, kijk, ik heb ze daar naast elkaar gezet. De Gotland pony en de Welsh pony. Oh, nou, nu zie je precies niks. Ja, kijk, tadaa, twee soorten ponies. Wow, hij is echt een stukje kleiner. Moet je kijken. Wow. Oh, en hij kijkt ook een stuk minder zagrijnig. Ja, ik vind de nieuwe Welsh ponies echt wel een verbetering. Oh, ik vind het echt zo leuk. Dit is gewoon weer een nieuw paard voor mij. Ja, ik heb er natuurlijk ook voor betaald, maar... Er staat weer een nieuw paard in mijn homestable. Archie, ja. Oh, wauw. Hij is helemaal happy peppy. Zien jullie dat ook? Oh, nice. Oh, hallo. We gaan je eerst eventjes aaien. Even begroeten. Oh, wauw. Ah, ik vind die blest nog steeds wel raar, hoor. Maar ik hoop echt dat het anders wordt als we een zadel erop doen. En een hoofdstel. Huh, dat zadeltje wordt een stuk kleiner. Zagen jullie dat ook? Dat zadeltje wordt veel kleiner. Hop, ja, het is ineens een mini-zadeltje. Nou ja, wat heeft Star Stable daar nou weer mee gedaan? Die hebben ze natuurlijk moeten aanpassen voor dat paard, denk ik dan. Want nee, die zadels die zijn echt niet zo klein. Heb ik er nog meer? Nee. Nou, dit ziet er niet uit. Maar ja, het hoort natuurlijk wel een beetje bij het paardenras. Anders is het een beetje uit verhouding. Ah, wat schattig. Hij is echt heel klein. Hij is echt super klein. Is hij dan nog zelfs kleiner dan deze? Oh, ik wil hem er even naast zetten. Nou, hij is nog niet zo goed in de besturen. Hij is een beetje moeilijk met besturen. Oké, even inparkeren. En is die... Oh, huh? Hij is groter. Ik dacht hij is kleiner dan die Gotland pony, maar hij is zelfs groter. Oké, ik heb eventjes een plekje gevonden. Oh, huh? Huh? Ze gaan exact allemaal naar deze plek. Ik had niet verteld dat ik naar deze plek ging, maar ik denk ik zoek even een rustig plekje op waar ik mijn nieuwe paard kan uittesten. En ik heb het helemaal niet verteld, maar blijkbaar hebben ze het goed gegokt of zo. Nou ja, dat vind ik wel heel grappig. Dat vind ik wel heel erg goed. Oké, maar ik wilde dus mijn nieuwe pony gaan uittesten. En daar vind ik deze bak wel een hele mooie plek voor. Oké, we hebben natuurlijk de stilstand. Oké, we hebben natuurlijk de stilstand. Gewoon als die stilstaat. En dan vind ik hem... Prima. Ja, wat kan ik hier negatiefs over bedenken? Ah, ik vind het heel leuk dat hij af en toe met zijn lipje zo hulp doet. Dat is toch wel iets nieuws. Ik bedoel, andere paarden op Star Stable die hebben dat helemaal niet. Dat ze zo grappig doen met hun lipje. Oh, ik vind hem wel leuk te uitzien zo. En trouwens, hoe is het met zijn bles? Oh, nou ja. Kijk. Dat is heel toevallig. Nou ja, kijk dit. Oh, dat vind ik wel heel grappig. Maar ik wilde eigenlijk even kijken naar zijn bles. Maar ik kan het eigenlijk niet zo goed zien. Maar ik vind deze foto wel heel erg leuk. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat het hoofdstel precies op dit randje hier zo zou vallen. En dat gebeurt net niet. Maar misschien wel met een ander hoofdstel. Maar ik moet zeggen, het valt nou iets minder op of zo. Dan hebben we de stap. Hij zet zijn voetjes zo mooi neer. Ik weet niet of jullie het zien, maar hij doet echt loep, 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 loep. Hij zet ze heel erg mooi neer. Nou, dan natuurlijk de draf. Ja, lala. Nou ja, ziet er verder prima uit. Ik zie niks waar ik iets negatiefs over kan zeggen. Ik vind het hartstikke leuk uitzien. We moeten de namanen niet vergeten. Die moeten we echt niet gaan vergeten. Nou, hij loopt verder heel netjes. Hij loopt gewoon keurig. Hij loopt heel sierlijk. Ja, echt netjes. Nou, dan hebben we natuurlijk de galop. Ja. Nice. Ja, ik vind het prima. Hij loopt... Ja, hij doet gewoon zijn galopje. Ik vind het hartstikke mooi. Hij heeft wel gekke billetjes. Zijn billetjes die bewegen wel een beetje raar, die achterbenen. Maar dat hebben de Star Stable paarden op zich wel vaker. Dat ik die achterbenen ja, een beetje robotachtig of zo vind bewegen. En we natuurlijk de wat snellere galopjes. Oh, deze galop doet er wel heel mooi. Wauw, hoe die dat met zijn hoofd doet, ik weet niet. Ik vind het dat wel cool uitzien. Heel sierlijk. En dan hebben we...
deze galop. En dan heb je hierna nog de allersnelste galop. Dit is een soort van slome rengalop. En als ik dan nog één keer mijn pijltje naar voren doe, dan hebben we echt een rengalop. Ja, kijk, nu gaat hij nog harder. Volgens mij zijn het dus iets van 3 galopjes. Maar ja, ik vind dit er prima uitzien. Zo ren je eigenlijk altijd op Star Stable in de rengalop. Ja, hij lijkt ook een beetje op een vis of zo. Hij wordt helemaal lang, helemaal uitgerekt. Maar ja, ik vind hem er verder prima uitzien. En wat hebben we natuurlijk nog meer? We hebben natuurlijk ook nog de sprong. Hop. Ah, hij doet een soort van bokje. Hop, op het einde. Oh nee, het valt eigenlijk wel mee. Maar hij slaat zijn achterbenen ineens uit. Nieuw. Krijgen we dat op beeld? Oh nou, hier heeft hij alles nog bij elkaar. Oh nee, dat krijg ik niet echt op beeld. Maar hij slaat zijn achterbenen heel een beetje leuk naar achter. Pjoe, op het laatst. Oké, dan hebben we natuurlijk de sliding. Gaan we eventjes heel hard rennen. En dan doen we de sliding. Wow. Hij stopte heel snel of zo. Die overgang naar die sliding ging super snel. Wat had het vorige paard ook alweer wat nieuw was? Volgens mij was dat een soort... Ja, wat had hij ook alweer? Even die plant pakken. Die had een soort dat hij geen sliding maakte, maar ineens stopte. Dat waren die nieuwe knapstroepers of Appaloosa's. Oké, nog een keer. Ja, ik vind wel dat hij er grappig uitziet. Want als hij die sliding doet, dan... Kijk, oh, dat vind ik... Ah, oh, kijk nou, dat koppie. Oh, dat vind ik wel heel schattig. Oké, nee, deze sliding is wel goedgekeurd door mij. Kijk wat hij doet, hij ziet er zo leuk uit. Hop, oké, nog één keer om het af te leren. Nog één keer de sliding, nog één keer, want ik wil nog één keer zien. Hij gaat heel raar door zijn achterbenen. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben achteruit lopen. Lam, tadam, tadam, tadam. Oh, hij draait echt heel snel trouwens. Moet je het hoofd zien. Hij gaat echt zo pieuw, pieuw. Nee, hij gaat er verder hartstikke mooi achteruit. Prima. We hebben de steiger. Oh, dat is net de steiger die ik niet helemaal mooi vind. Want als je die steiger dan een foto van maakt... Oké, dit ziet er nog wel oké uit. Maar we zien er vaak een steigers. Kijk, dit vind ik er zo raar uitzien. Het is net alsof de paard gewoon zeg maar rechtop staat. En dan kantel je hem. En dan staat hij zo. Ja, soms maakt Star Stable wat rare steigers. Maar dat is ook wel weer leuk dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Dit vind ik wel mooi. Maar zodra ze die benen wat meer uitslaan, vind ik het wat minder mooi. Maar ja, op zich, dan is elke steiger van elk paard wel weer uniek. Dat vind ik dan wel weer cool. Oké, we hebben natuurlijk nog die speciale gang. Maar wat moet ik doen? Of het is een pas? Ik denk aan de spatiebalk. Ja. Oh, ja, dit is mooi. Oh, nee, zegt hij. Hoort dat bij die pas? Ja, het is zo'n soort van steiger. Dat heeft een bepaalde naam. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd wat dat is. Maar hij schudt echt zo nee van nee, dit is niet mooi. Oh, maar ik vind... Nee, dit is niet mooi. Jawel, je bent wel mooi. Ja, dit ziet er wel vet uit. Dit krijg je er dus bij als je de Welspony koopt. Ik vind het wel leuk dat Star Stable steeds vaker, als zij een nieuw paard uitbrengen, dat ze dan een speciale gang bij doen. Gewoon een extra reden waarom je deze zou willen kopen. Wat gaan we doen? We gaan eventjes kijken naar de maanstijlen. Eens even kijken. We hebben hier verschillende maanstijlen. En ik zie er al een paar. Die komen we me wel bekend voor. Oh, we hebben... dit is zeg maar de originele. Maar we hebben hem ook in een korte variant. Met korte maantjes. Dan hebben we ook vlechtjes. Oh, dat is het ook wel schattig. Maar ik durf het niet. Ik durf dat nooit te doen. Oh, trouwens, dan zie je zijn bles wel heel erg goed. Kijk. Ah, wat heeft hij nou even voor een rare bles? Het gaat echt van heel groot naar heel smal en dan weer heel breed. Oh, dat vind ik niet zo mooi. Dan hebben we ook dit. Oh, die vind ik ook gaaf. Dan is dus gewoon dat hele, die hele vlecht weg. Ja, dat vlechtje aan de zijkant en dan zijn ze maanden langer. Vind ik ook wel vet. Ja, vind ik ook wel cool. Dan hebben we ook dit. Oh, wow. Oh, dan vind ik het wel weer leuk, die brede bles. Oh, ik vind het echt schattig, deze manen. Oh, zal ik het veranderen naar dit? Nee, ik durf niet. Ik durf gewoon nooit manen van Star Stable paarden te veranderen. Want dan ben ik bang dat ik spijt krijg en dan kan je het niet meer terug veranderen. Oh, we hebben een soort van knotjes, maar het is soort van kaal geschoren. Hoe ziet het eruit? We hebben de echte knotjes. Ja, dan vind ik het altijd net een beetje koeien worden. Als die Star Stable paarden dit hebben. We hebben hier nog meer vlechtjes. Oh, dit zijn niet zulke hele lange vlechten. Dat vind ik wel mooi. Deze zijn best wel lang, deze vlechten. En deze zijn wat minder. Ja, wat minder lang. Gewoon wat rustiger. Maar ik durf het niet. Ik durf het gewoon echt niet te veranderen. Ik durf gewoon niet die manen te veranderen. Echt erg. Ja, ik vind het jammer dat je dat niet kan terugveranderen. Wat ik nog graag had gewild is manen aan deze kant. Want hier heb je helemaal geen manen. Maar oké, wat ook nog nieuw is in het spel zijn hoofdstellen. En die zijn speciaal voor de nieuwe Welspony. Ja, andere paarden kunnen die niet kopen. Maar het schijnen dus echt hele mooie hoofdstellen te zijn. Nou, je hebt ook deze bloemetjes die je kan kopen. Die kan elk paard op. Maar deze hoofdstellen, die kan volgens mij alleen de Welspony. Als ik het goed zeg. Dat dacht ik wel, toch? Dat alleen de Welspony dit hoofdstel kon. Maar misschien kan die hem ook al om. Omdat, ja,
Deze, nee, dit zijn toch niet... Jawel, dit is... ik ben het even helemaal kwijt. Maar in ieder geval, dit is allemaal nieuw. En volgens mij kon alleen de Welsh pony ze dragen. Maar deze hoofdstellen, die zien er heel erg vet uit. Echt super realistisch. Ja, ik moet zeggen, ik kan het echt niet zo goed zien. Het is best wel... Ja, oh kijk, dit is het verschil. Deze heeft gouden ijzerdraadjes en deze heeft zilveren ijzerdraadjes. Maar trouwens, de prijs van die hoofdstellen vind ik wel meevallen. Want je krijgt genoeg punten. Je krijgt 3 voor snelheid en 3 voor kracht. En ze kosten maar 5200 Yorkshire shillingen. Star Stable, jullie zijn lekker bezig. Kijk, want eigenlijk alles wat Star Stable de laatste tijd uitbrengt is echt mega duur. Kijk hier, dit kost bijna 10.000, bijna 10.000. En ja, eindelijk hebben ze een keer hoofdstellen die dus niet zo duur zijn. Dus dat vind ik wel leuk. Alleen, oh nee, maar kak, het was toch alleen voor de Welsh pony dit hoofdstel? Dus dan heb je er alsnog niet zo heel erg veel aan. Want dan kan je dus maar op 1 paard gebruiken. Misschien is het daarom zo goedkoop. Oké, maar nu ben ik super benieuwd of jullie dus ook een nieuwe Welsh pony gaan kopen. Laat dat zeker even weten in de reacties. En abonneer op mijn YouTube kanaal. Want ik heb bijna 57.000 YouTube abonnees als ik het goed zeg. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want ik maak elke week Star Stable video's. En dan blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal en dan mis je geen enkele Star Stable video. Nou, laat nog even in de reacties weten welke Welsh pony jij wil gaan kopen. En ja, ik heb alles laten zien uit deze update, dus ik ben niks vergeten dit keer. En ja, vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal voor nog veel meer Star Stable video's. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!